Cis Games, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Dacht jij zomaar mijn video te kunnen overnemen, jongen? Ja! Foei, foei. Lieve mensen, een grote verandering in mijn leven heeft plaatsgevonden. Deze verandering heeft zo'n impact op mijn leven gehad. Ik ben namelijk overgestapt van iPhone naar Android. En oh, ik heb echt totaal geen spijt van mijn aankoop. En voordat ik comments krijg van Tiesje, doe dat alleen maar voor het geld, zal ik maar niet zeggen naar welke telefoon ik ben overgestapt. Het is wel echt een mooi dingetje. En geloof het of niet mensen, maar deze telefoon kan zijn eigen scherm opnemen. Ja, dat had je op iPhone niet, hè? Thanks, man. Dus nu we die functie hebben, kunnen we eindelijk video's maken over games die ik speel op mijn telefoon. Maar eigenlijk speel ik nooit games op mijn telefoon. Mijn vrienden zeiden echt maanden tegen mij, Ties, speel nou dit ene spel, speel het nou. Ze dwongen me gewoon bijna. Maar maandenlang wees ik ze af. Nee, ik was gewoon te eigenwijs. Het spel leek me maar eigenlijk niks. En toen kwam er dat ene moment dat ik het toch gedaan had. Clash Royale. En nu een maandje later en ik ben verslaafd. Heel misschien heb ik er ook al een bepaald bedrag aan uitgegeven. Heel misschien. Ik heb een trots trofeeënaantal van 2352. Je krijgt trofeeën als je wint en je verliest trofeeën als je verliest. Simpel. Dit is het deck waar ik op dit moment iedereen mee rek. Echt iedereen. Ik ben de blonde gevaarlijke. Als je mij tegenkomt in dit spel, is het gedaan met de pret. Ja, nee. Nee. Nee, eigenlijk niet. Dit is de P.E.K.K.A. Je kan het eigenlijk beter gewoon een tank noemen. Als je deze jongen tegenkomt, moet je maar beter met iets goeds komen. Want anders is het over. De ridder. Hij heeft veel HP, dus je kan hem als afleiding gebruiken. En ik heb ook een legendarische kaart die ik heus niet uit een gekochte kist heb gekregen. De elektronentovenaar. Als je zijn bliksemstraal in je reet krijgt, geloof me, doet pijn. De tovenaar. Je weet niks! En als kerstje op de taart hebben we ook nog woede. Jongen, waarom zit ik dit eigenlijk uit te leggen? Waarschijnlijk weten jullie toch al allemaal wat dit betekent en doet. We gaan spelen. Oh, we hebben ook nog een kistje die we kunnen openen. Elite barbaren. Goh. En een bommengooier. Dames en heren, jongens en meisjes. We gaan het doen. Dun. Kijk, een dikke ijsbaan hier. Laten we als begin. Oh, hij heeft een Inferno-toren. Dat is niet leuk. Ik heb een riddertje ingezet om de push op te gaan bouwen. Oké, hij heeft een ijstovenaar of wat het ook is. Zepje op die kaboldeton. Oh, dit is wel moeilijk om te spelen hoor, terwijl je video maakt. Ben ik niet gewend, sorry, nee. Oh, die Inferno-toren, jongen. Oh. Hier, woede. Boom, boom, boom. Do damage, boys. Nice, boys. Goed werk, boys. Oh, we hebben al bijna een toren. Oh, de toren is al down. Ha, je weet niks. En we hebben nog niet eens onze P.E.K.K.A. laten zien, hè. Oké, kabolderton. Daar komt hij. Oké, ik ga een P.E.K.K.A. voor die E-Wizard zetten. Dat lukt nog net. Jazeker. Oh shit. Skeletleger versus de P.E.K.K.A. Dat vinden ze niet zo leuk. Ah, oh, Zepje. Oké, P.E.K.K.A. Ren voor je leven, jongen. Rennen hier, woede. Ah, shit. Een Inferno-toren. Ah, ja. Oké, dat was een mislukte push. Dat moet ik eerlijk toegeven. Oké, hij verwacht nu dat we hier iets gaan inzetten. Maar daarom zet ik hier iets in. Maar volgens mij heeft hij de hoop al opgegeven. Hij doet niet echt wat. Oh, hij heeft de golem ingezet. Oké, daar heb ik een skeletleger voor. En een e-wizard op die kaboldeton, jazeker. Hier. Gehakt gemaakt van die golem. P.E.K.K.A.tje ertussen. Zepje op dat skeletleger wat hier aan komt gerend. Oh shit, die bliksem deed pijn. Ja, maar hij beseft zich ook al wel dat het over is. Ik doe nog een ridder voor die P.E.K.K.A. omdat hij veel HP heeft. Zodat die P.E.K.K.A. het wat langer uithoudt. Skeletlegertjes voor die kaboldeton. E-wizardje erachteraan. Oh, Zepje. Oké, doe nog even wat damage, boys. Kom op, jullie kunnen het. Hier, woede. Oh shit, kom op. Schiet op, jongens. Schiet op. Nice, kom op. Snel, snel, snel. Oh yeah. Oh ja, 3 crowned. Oh. Rekt. Motherfucker. Kijk, zie je dat? Dan stuur ik nog even een huilende smiley. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik gelijk zou winnen. Want een video opnemen en dit spel spelen tegelijk is voor deze arme jongen eigenlijk iets te veel gevraagd, maar... Oké, ik heb per ongeluk nog een potje aangeklikt. Tering, dat gebeurt vaker. Riddertje achterin om iets op te bouwen. Ah, daar komt zijn heks aan. Yeah, boy! Wat hebben wij tegen die heks? Ik heb al een tovenaar en hij heeft een reus. En die reus heeft veel HP. Dus ja, skeletleger. Maar dat skeletleger wordt gerekt door die heks. Maar de reus is al dood. Nice, mate. Hier, tornadootje op je bakkes. Jazeker, jongen. E-wizzertje erbovenop. Boom! En de heks was weg. Ah, heeft hij een mini P.E.K.K.A. Daar heb ik wel een ridder voor. Oh. Je weet niks, mini P.E.K.K.A. Ja, die ridder die heeft ook 6 levens. Oké, daar komt zijn draak. En daar is mijn tovenaar. Oh, die ballon, die gaat pijn doen. En hij heeft ook nog eens woede. Ah, shit, man.
Ah, oké, okay, ja, daar gaan we toren. Ah, oh, oké, okay, dat heeft pijn gedaan. En ook nog eens een bom erachteraan. Alsof die ballon alleen al nog niet genoeg was, hè? Ja, dit gaat niet echt heel goed. Maar niet getreurd, want daar is Pekka. En Pekka gaat het hier beslissen. I-wissertje erachteraan. Riddertje ervoor, zodat die Pekka langer uithoudt. Oké, okay, daar gaat je heks, jongen. Daar gaat je heks. Boom, heks. En ik lok die tovenaar met een tornado naar die Pekka toe. Zodat hij zijn 1 hit kapot heeft. Boom, kom op. 1 hitje Pekka. 1 hitje en woede, kom. Ah, shit. Oh, hij had 1 hitje. Nice. Zapje op die gunstelingen. Tovenaartje. Oké, okay, E-Wizard. Doe wat damage op die ballon, please. Oh, shit. De ballon kwam niet eens bij de toren. Of ja, de bom wel. Shit. Oké, okay, boys. We hebben bijna zijn toren neer. Riddertje op zijn mini Pekka. Oké, okay, daar komt zijn heks. En ik heb een Pekka op je bakkesreus. Op je muil. En gauw. Oké, okay, hij heeft gunstelingen. Au, au, au. Oh, die reus heeft pijn gedaan hoor. Ja, die reus die heeft pijn gedaan. Oh, dit gaat niet zo heel lekker. Oh nee, doe dit nou niet jongen. Oh shit. Ridder er midden in, zodat hij afgeleid wordt. Oké, okay, nice. We zijn nog niet neer. Oh jongens, extra tijd. Dit gaat hem worden. Oké, okay, nu even uiterste concentratie, want dit gaat niet heel erg goed. Kom op, Pekka. Snel, reus. Ga dood, jongen. Oh, net op tijd. Oké, okay, die heks is ciao. Oké, okay, daar gaan we, jongens. Ren voor je leven. Ja! Ja, nog één ditje. Oh. Boy! Huil, smiley. Sorry, ik leg me echt iets te veel in dit spel. Dat besef ik mezelf ook. Ik vind het gewoon leuk, oké? Okay? Laat mij ook eens plezier hebben in het leven, ja? Oh, 2400 trofeetjes. Ja, zeker mooi. Mij hoor je niet klagen. Het was wel echt close. Hij had me bijna neer. En toen kwam Pekka en ja. Dan is het over, hè? Ik zei het. Prins, dat is deze jongeman. Hij doet normaal een schade van 325. Maar als hij gaat rennen, doet hij 2 keer zijn schade. Dus dat is 651. Zo'n sneaky mannetje op zo'n paardje. Nee, ik zit in mijn verkeerde deck volgens mij, hè? Ah, dat is ook leuk. Kijk, we hebben de prins. Maar ja, dit deck is op deze levels niet meer zo heel goed, denk ik. Nou, we gaan het zien. Boogschutters om wat op te bouwen. Ik heb niks tegen die ballon. Echt gewoon helemaal niks. Kijk, en ik heb een koboldenton en die gooi ik recht naar zijn toren toe. Kijk hem eens vliegen dan. Oké, okay, hij heeft een gunsteling in de lucht, maar die is als het goed is toch al dood. Ja, ciao maat. Oké, okay, ik zet een Valkyrie in. Geloof me, dat is een pittig wijfie. Ik doe wat pijltjes over die gunstelingen. Ik doe een prins achter de Valkyrie aan. Nog wat boogschuttertjes erachteraan. Ah, shit. Kom, Valkyrie. Ja, 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 die prins, jongen. Hij heeft veel pijn geleden al. Kom. Ah, jammer dit. Maar we kunnen toch nog wel iets voor schade doen. Ja, die boogschutters uit het niets. Oké, we staan voor. Had ik niet verwacht. Oké, ik denk dat het tijd is voor nog een koboldentonnetje. Oké, hij heeft een lavahond ingezet. Maar die koboldenton, ja, kijk hem eens damage doen dan. Ik heb niet echt iets voor die lavahond. Ik moet eventjes die boogschutters gaan inzetten, want anders hebben we pijn. Pijlen. Oké, gunstelingen. Doe jullie ding. Ah, die lavahond doet pijn. Ja, die doet pijn hoor. Ah. Kijk, als die lavahond doodgaat, dan komen er allemaal mini-lavahondjes. En ja, daar heb ik nu op dit moment echt helemaal niks tegen. Kutzooi. Ja, tering. Ja, dat was toren. Maar ik heb zijn toren ook. Ja, daar komt zijn vuurbal. Ciao, toren. Oké, okay, nog een lavahond. Top. Doet pijn, doet pijn. Kom op, lavahond. Ga dood met je hoofd. Ah, die lavahond. Ik heb er niks tegen. Ik word te gek van. Ik kan niks. Boogschutter, snel. Ja, het is al te laat volgens mij. Ja, het is al ram te laat. Ah, ik heb verloren. Ah. Ja, vind je dat leuk? KFC? Ja? Weet je, het is gewoon lastig, ja? Video opnemen en dit spel tegelijkertijd spelen en dan ook nog eens... Weet je, geen smoesjes, ik heb verloren. Bedankt voor het kijken. Wil je meer? Abonneer. Moet ik dit spel vaker spelen, mensen? Moet dat? Moet dat echt? Zie ik eruit alsof ik er plezier in heb? Nou, ik zit maar met jullie te dollen. Ik vond dit oprecht leuk om op te nemen. Is eens wat anders, hè? Is eens wat anders. Kon je op iPhone niet, hè? Dit is gewoon mijn nieuw schatje. Sorry Luca, maar ik ga vreemd. Ja, sluit je zoiets af, hè? Doei!